Jan. Ja. En nu heb je toch even een momentje, of niet? Ja, heel even denk ik. Heel even. Hoe lang sta jij al op de markt? 9 jaar. Dat is ook al best een tijdje. Ja, klopt, ja. Doe je dit in je eentje of zijn jullie met een team? Nee, we zijn al met een team. Ja, maar dit is onze eigen markt. Dit is echt een flinke kraam ook. Ja. En daar aan de overkant is ook voor jullie, hè? Ja, zeker. Ja, maar nu sta je wel alleen. Ja, mijn collega is even naar de toilet. Ja, dat moet. Dat moet ook gebeuren. Ja. En je sta je op meer markt in Zeeland? Of? Ja, Katzambad op maandag, dinsdag Goes. Donderdag hier, vrijdag West Capelle, zaterdag Den Bosch. Zondag overal nergens. Gewoon een hele week vol. En is Middelburg een fijne markt voor jou? Ja. Wat weet je eigenlijk? Hoi. Hoi. Ja. Oh, Roy. 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 Sorry. Ja, fijne, gezellige markt. Ja. Drukke markt. Als je dat dan bijvoorbeeld vergelijkt met Den Bosch, dat is natuurlijk een wat grotere stad. Maar is dat te vergelijken überhaupt toch? Ja, geen één markt vind ik te vergelijken. Overal is het anders. Ja, overal ja. Heb je andere mensen, andere collega's. Ja. Ja. Maar jullie hebben echt alles op het gebied van fietsen, want ik zie onder de fietspullen en gereedschappen. Ja. En elektra, een beetje tuin, van alles wat. En de aanhangwagen hebben we verschillende dingen. Oh, dat fietstassen, fietsmanden, zadels. En wat zijn jullie de hardlopen? Want ik denk dat jullie ook veel toeristen hebben die fietsen, of is dat niet zo? Jawel, ja, die kunnen van alles gebruiken. Ja, ja. Het is maar van alles door elkaar. Kon je inderdaad wel veel Duitsers net voorbij komen. Ja, klopt. Ja, nou, ja. Belangrijke klant in Middelburg. Ja, zeker. Ja, in Zeeland denk ik. Ja, dat denk ik. Ja. Hey, dankjewel voor je toelichting. Tot zo.